mijn vader die riep omdat er vliegtuigen overkwamen. Het is oorlog. Nou, iedereen uit bed. En de hele buurt stond buiten. En dan stonden we met z'n allen te kijken naar die vliegtuigen. Netjes twee vliegtuigen voor, eentje erachter. En die met een hele lange slierte van die vliegtuigen kwamen hierover. En ja, heel de buurt wist natuurlijk helemaal niet wat er eigenlijk gaande was. Maar ja, het was oorlog. Ah, wij sliepen nooit. Je ging s'avonds wel eens naar bed, maar niet lang. Want dan gingen de sirenes sloeiden dan, hè. Net voor de oorlog werd al gebouwd aan een vliegveld bij Gilze en Rijen. Hoofdzakelijk vlogen er militaire vliegtuigen. Maar ze waren ook nog met een vliegveld bezig, vliegveld Nerhoven. En dat zou een burgervliegveld gaan worden. Daar was dus tegenover. Maar dat was nog niet helemaal klaar. Dat was zelfs maar in het beginstadium. Maar die twee velden hebben ze alle twee in beslag genomen. De weg dicht. De mensen moesten maar kijken of ze weer tussen Gilze en Rijen dreigen vervoerden. En ze zijn begonnen met een vliegveld bouwen. En nou, binnen 4 maanden, september 40, werd het al in gebruik genomen. En vanaf die tijd was het onrustig rondom het vliegveld. De vliegtuigen werden volgeladen met bommen en die gingen vanaf hier naar Engeland. En die gingen ze daar de steden bestoken. Maar ja, er kwam ook andersom. Dus hier gooiden ze ook nog wel eens een keer wat bommen. Toen de oorlog uitgebroken was, hele dag en nacht die vliegtuigen, allemaal die Engelsen denk, die wouden het vliegveld bombarderen. Dus dat was een geklap en een gebonk. Maar die 5 kanonnen die tegenover ons huis stonden, ja, die gebouwen die vliegtuigen uit de lucht schieten. Dus die knalden er ook op los. Het vliegveld was dus al direct een doelwit voor de geallieerden en het werd veelvuldig gebombardeerd. 1 grote gatenkaas. Ze hebben het heel veel, vooral op het eind van de oorlog, heel veel gebombardeerd. En ze gooiden er ook jammer genoeg heel veel naast. En dat kostte natuurlijk heel veel burgers. Wij sliepen nooit op bed. We hadden dan op plaats een schuilkelder van pakkenstrooi. En door goed strooien op de grond en door onze schutbedden op mijn hoofdkussen, daar lagen wij. Ja. Maar elke keer die bombardementen als je wil slapen, dat moet wel heel eng zijn. Ja, wij sliepen nooit. Je ging s'avonds wel eens naar bed, maar niet lang, want dan gingen de sirenes sloeiden dan, hè, als je in aantocht waren. En ja, dan slapen, daar kwam eigenlijk niet van. Maar toch in de schuilkelder voelden wij je veiliger, al was het niet maar de dachten. Maar als daar een voltreffer op viel, ja, dan was er niks tegen bestand. Maar van die scherven die rondvlogen, die bleven in de strooi steken, weet je niet. Dus daar waren we wel veilig voor. De inwoners van Gilze en Rijen werden, doordat ze het vliegveld als buurman hadden, veel zwaarder getroffen door het oorlogsgeweld dan andere delen van het land. De oorlog was altijd aanwezig. Naarmate de bevrijding dichterbij kwam, werd dat alleen maar erger. Ze schoten dus met granaten vanuit Hulte, beschoten ze hier de Tuinstraat, terwijl er totaal geen enkele Duitser was. En dan schoten ze dus met die granaten dwars door het huis. Er was een gat zo van doorsneden in een meter, dwars door het huis. Kijk, hier, waar dat deurtje is, daar was dat helemaal eraf geschoten. Dat kun je misschien zien aan de verschillende kleur van de stenen nog. Dat was helemaal kapot. Daar lag een granaat die niet ontploft was. En dan daarachter was de schuilkelder. Kijk, en bijvoorbeeld, kijk daar op de hoek van het raam. Daar is de scherf. Je kunt hier de gaten nog in de muur zien waar de scherven allemaal zijn gekomen. Maar vooral de voorkant was ook heel veel kapot. En hebben ze van die kant hebben ze dus zo'n gat dwars door het huis geschoten. Nel en haar familie woonden tijdens de bevrijding eigenlijk alleen nog maar in de schuilkelder. Nou ja, kelder, het was een groot gat in de grond, bedekt met hooi en gras. De geallieerden zagen 2 Duitse soldaten de boerderij van de familie Goos induiken en zetten de achtervolging in met een tank. Overslooi, over heggen en alles kwam het over. En nou, zo'n stukje van onze schuilkelder stopte niet, want mijn oudste broer was naar buiten gevlogen van de schuilkelder
En met zijn heren zo stond zwaaien naar die tank. Hè. En toen ze, en to, die riep allemaal buiten komen, allemaal buiten komen. Ja, we waren bij veel. En toen zag ik ze op die tank dat wij burgers waren en dat kind soldaten waren. Hè. En, maar toen kwam die baas naar ons, naar zijn pa toe en die zei, daar zitten twee Duitsers bij jullie binnen. Nee, zei mijn vader, die zijn van de morgen allemaal al vroeg vertrokken. Hadden wij ook niet gezien. Hè. Jawel, die zitten binnen. Nee, daar zijn geen Duitsers meer. Nou, zei die Duitsers, jij voorop tegen zijn pa. En mijn oudste zus moest er ook naast, geloof ik. Het geweer in de aanslag. He? En die moesten de weg naar binnen wijzen en alle kamers aanwijzen. Ze vonden niks te lang. De kelder was het laatst aan de beurt en daar zaten ze, die twee Duitsers. Nel en haar hele familie overleefden de oorlog. En het mag echt een wonder heten, omdat ze er 4 jaar middenin hebben gezeten.